Een hele goede morgen. Maar natuurlijk niet te bloot, hè? Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb net Liam al de fles gegeven. Die zit lekker te spelen en zijn eten te laten zakken. Hij zit er lekker omheen te spelen. En nu krijgt Jordi lekker een flesje. Even lekker de ochtend door beginnen. Hè? 'S Morgens staat hier altijd het journaal op RTL 4. En dat is een soort van ritueel of zo geworden. Want op het moment dat Jordi dat deuntje hoort, dan wordt hij al helemaal vrolijk en blij. Ik zal eens kijken of ik het kan filmen. Ik zal even kijken of dat ik hem vanaf het begin aan kan zetten. Op het moment dat hij dat deuntje hoort, ja, dan gaat hij verliggen hoor. En hij staat het liefst op met Jan de Hoop, want daar is hij altijd het vrolijkste mee. Ik weet niet waarom dat is, maar hij is er geen fan of zo van, of dat dan ook, maar hij kijkt het gewoon graag. Ik ben met Jordi en Liam straks even naar het tuincentrum geweest. Ik moest even een plantje halen voor mijn oma, die is morgen jarig. En morgen heb ik geen tijd om die te halen. Dus ja, daar ga ik morgenavond heel eventjes heen. En dan neem ik die plantjes natuurlijk mee. En Jordi ligt nu al lekker op bed. Heeft wel buikpijn weer. Dus ik moet heel eventjes kijken hoe dat het allemaal loopt. Liam die ligt nu in de box. Ligt lekker te chillen. En ik ga heel eventjes wat eten. En daarna heel eventjes wat dingetjes opruimen en doen hier. Komt goed. Nou, hier is alweer iemand wakker. Hij was mama aan het roepen, maar nu wil hij niet meer uit bed. Hallo? Je moet gaan staan. Jordi? Jordi? Hallo? Aboe? Boeboe? Boobie babi baba. Oh. Kom eens gaan staan dan. Je moet gaan staan. Gekke kwiebes. Kom eens. Jordi, kom eens staan. Kom eens staan. Jij kan staan. Goed zo. Mam, je eruit halen? Ja? Gaan we dat gaan doen? Ja. Goed zo. Yay! Niels die is even met Liam naar een vriend van ons. Die is jarig. Heeft dus feliciteren. En Jordi. Die is nu lekker zijn flesje aan het drinken. Het is tijd voor Jordi om naar bed te gaan. Liam die krijgt natuurlijk later nog zijn fles. Maar Jordi die krijgt hem nu al. Hè? Ja, het was even hectisch. Jordi heeft weer een hele rode kont. Dus dat betekent dat hij extra pijn heeft. Ja, hij poept natuurlijk nu zelfstandig. Dus dat betekent ook dat hij of heel veel kleine poepjes laat of helemaal niet poept. Dus, maar ja, in ieder geval, wij gaan heel even afwachten hoe dat het loopt. Hij gaat nu lekker zijn flesje op drinken. En ik ga eventjes met hem kroelen. En dan zo dadelijk gaat hij lekker zijn bedje in. Is het een lekker flesje, schat? Volgens mij wel. Is het een lekker flesje, hè? Is het een lekker flesje, schat? Oké. Duidelijk. Dus, dat. Yay!
bent weer thuis. Ja. Mag papa gelijk even het vuilnis wegbrengen. Dus die is daar eventjes doen. En dan gaat mama eventjes je opruimen. Zorgen dat het weer voor morgen allemaal klaar is. En je hebt net je flesje al van papa gehad. En je bent nog eventjes aan het nahikken. Hè? Lekker nahikken, hè? Was het leuk, oom en tante? Ja, hè? Was wel leuk, hoorde ik, hè? Jullie allemaal lachen. Ja. Ja, en je grote broer ligt al lekker te slapen. Dus die is ook rustig. Kan hij morgen weer lekker visioen. Ja. Ja. En kun jij daar een lekker slaapje doen? Ja. Een grote vent, hè? Een hele goede morgen. Ja, Jordi is al naar fysiotherapie geweest. Ik ben al eventjes naar de winkel geweest. Ik heb even Jordi zijn medicatie opgehaald. Die is ook weer nodig. En deze medicatie, die was ook bijna op. En ben ik heel eventjes gauw nog naar de kruidvat gegaan. Want ik ben helemaal gek van dit schoonmaakmiddel. En die was nou 1 euro per stuk. Dus daar heb ik gelijk een paar flessen gehaald. Heerlijk. Dus, oh ja. Mag ik niet hardop zeggen. Maar deze heb ik ook gehaald. Lekker. Lia moet ik ook uit de wandelwagen halen. Die is inmiddels alweer wakker. En dan gaan we even doen. Ben jij wakker? Hi. Ben jij wakker? Je bent echt net wakker, hè? Ja. Mama, jouw jasje uitdoen, hè? Jouw nieuwe jas. Mama had een nieuwe jas, hè? Ja. Oh. Ja. Ik hoop dat ik dadelijk 2 slapende kindjes heb die lekker eventjes een middagdutje doen. En dat mama heel eventjes wat dingetjes kan doen hier en even eten. Maar ja. De kindjes hebben inmiddels hun middagdutje gedaan. En ik ga heel eventjes vast eten maken. Wat ga ik maken? Ik ga gehaktballen met spinazie. En een eitje bij de spinazie en aardappels maken. Maar we beginnen met de gehaktballen. Wat heb ik daarvoor nodig? 500 gram gemengd gehakt. Je kan ook meer doen, maar ik heb nu niet zoveel nodig. Dus ja, ik gebruik 500 gram. Ik gebruik altijd handschoentjes. Paneermeel. Oh ja, trouwens, ik bestel bij Picnic. Makkelijk, hoef ik niet alles te halen meer. 1 uitje. Een mengsel met gehakt met uitjes van dat merk. En een eitje. Ik ga ze even maken. Uitje gesnipperd. Gehakt erin. Kruidenmix. Ei hoort erbij. En ik heb er wat paneermeel bij gedaan. Dit ga ik nu eventjes mengen. Daarvoor ga ik mijn handschoentjes aandoen. En dan, als ik het gemengd heb, laat ik zien hoe het eruit ziet. Als je het dan goed gemengd hebt, dan moet het er ongeveer zo uitzien. Ik kijk nooit naar een hoeveelheid bepaald gram of wat dan ook. Ik doe altijd alles op gevoel. Ja, dat is wat ik doe. Ik vind hem nu prima zo. Hij is lekker een soort van plakkerig, niet te plakkerig. Hij is perfect voor mij. Kijk, als je zelf iets lekkerder vindt natuurlijk, dan kun je altijd meer paneermeel toevoegen of meer ui, of ja, laat de ui weg. Of je pakt een ander zakje. Ja. Het koken is altijd zelf fantaseren natuurlijk. Dus ja, maar ik ga nu even ballen draaien en in de pan leggen. Daar liggen ze dan, de lekkere gehaktballen. Ik heb er 6 gedraaid. En ja, er zullen ongeveer 175 gram
kabal zijn, denk ik zo. Maar ja, hè. We gaan het gewoon even lekker bakken. Nou, zoals je ziet heb ik ze nou een paar keer gedraaid. Moet er nog één keer draaien. Oké, je ziet hier natuurlijk nog een plekje. Daar, en hier, en daar, en daar. Dan moet je nog heel even op bakken. En als je ze dan aan alle kanten zo goed als allemaal gebakken hebt, dan gaat er water bij. Ik doe er meestal zoveel water op, eventjes op hoog vuur zetten, goed laten koken en daarna gewoon wat zachter zetten, zodat ze langzaam garen en dat het vocht langzaam eruit kookt. En als dat bijna het geval is, kun je een jusje maken en dan kun je dat toevoegen en dan zijn je balletjes klaar. Maar nu ga ik eventjes aardappels schillen. Nou, de gehaktballen die waren goed in de smaak gevallen, zowel bij Jordi als bij Niels. En daar zijn we ook hartstikke blij mee. Ik ben nu onderweg zonder kindjes, zonder Niels, naar mijn oma. Die is vandaag jarig. En ik moet even goed uitkijken. Die is vandaag jarig. En daar ga ik even een bloemetje heen brengen. Dus even een stukje rijden. Maar ja, zo vaak zie ik ze niet. En we houden natuurlijk afstand. Dus ja, we moeten natuurlijk wel uitkijken. En ja, dan ga ik nu eventjes naar onderweg. Ik ben weer thuis! Ja! En je grote broer ligt al op bed. Maar die is nog wakker. Tenminste, hij is net wakker geworden van het geschreeuw van Liam. Nee, hij was nog wakker. Oh, was hij nog wakker. Ik dacht dat hij al sliep. In ieder geval, ja, ik ben weer thuis. En... ja. Ja. Lekker stuk. Ja. Je had net gespuugd, hè? Dus we gaan daar weer opnieuw een flesje proberen en een rompetje aandoen. Dus dat. Ja, ik ga heel eventjes hier nog wat dingetjes doen. En dan is het ook alweer tijd om het bedje in te gaan. De kindjes slapen. Wij gaan deze vlog nu afsluiten. En we gaan lekker slapen. Ja. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende. Welterusten.